wordt weer een hele drukke dag. Ik ga eerst woonshoppen in een van mijn favoriete winkels in Zaandam. Want ik heb een advertorial verkocht met Senseo. En het gaat erom dat ik een keuken ga stylen van mijn moeder. En dan ga ik lekker naar huis stikken, want ik heb nog meer leuke samenwerkingen. En mijn mediabureau verwacht daarvan een opzet. Dus het wordt een lange dag, maar wel een hele leuke dag. En die hierachter, die doet echt weer helemaal niks. Och, wat een leven. Ik moet er zo erg in houden hier. Alles leuk. Hoe cool zijn deze plantjes? Ze zijn echt heel erg plat. Het lijkt net bordjes. Nou, ik ben geslaagd. Ik ga nog voor de paar kleine dingetjes naar een andere winkel. Ietsje goedkoper, zodat ik nog even kan afstylen met theedoeken. Een leuke afwasborstel. En nu ga ik weer op weg naar Amsterdam. En ik denk dat Mams ook heel erg blij is met deze spulletjes. Dus ik ben heel erg benieuwd. Vrijdag gaan we filmen. Donderdag. Rut en Myrna zijn op dit moment een heerlijk ontbijtje aan het doen op Paleis Soestdijk. Ik heb het beter voor elkaar dan ik, met mijn banaan en mijn bakje yoghurt. En ze gaan naar de expositie Bal. En dat is een tentoonstelling waar werk van 40 upcoming designers getoond wordt. Ik ben vandaag thuis aan het werk, want ik ga een nieuwe advertorial schieten voor Brabantia. Heerlijk rustig. Het is ook een hele mooie dag om te schieten. Ik denk altijd maar zo. Hoe moeilijk kan het zijn? Leuk, ik ben uitgenodigd door de huishoudbeurs voor een brainstorm met een aantal andere bloggers op het gebied van mode, beauty, interieur. En ze hebben mij gepaaid met skybox tickets voor het concert van Beyoncé. Ja, daar zeg je natuurlijk geen nee tegen. Ik ben vandaag in de keukenstage van mijn zus met mijn moeder en mijn vader hier op de achtergrond. En we gaan de nieuwste, we gaan de video maken in samenwerking met Senseo. En ik ben een beetje aan het jokken, want het moet eigenlijk de keuken van mijn moeder zijn, maar het is van mijn zus. Hé, mam? Ja, mijn keuken was niet goed genoeg. Nee, die was niet zo interieur. Nee, dat komt omdat hij te klein was. Okay. Dus we gaan nu schieten in de keuken van mijn zus. En dat heb ik vast wel voorbij zien komen op mijn site, dus we gaan beginnen. Ben je klaar voor, mam? Ja, dat is wel goed. Ja. En papa gaat waarschijnlijk backstage video's maken. Backstage video's ga ik doen. Ja, zeker. Okay. Top. Iedereen, de hele familie is aan het werk. En dit is onze assistent. Campbell. Campbell. Hey. Kijk eens. Tijd, wat is jouw koffieroutine? Mijn koffieroutine? Nou, dat is koffieroutine. Oh, mijn koffieroutine is altijd als ik spijt met een beschuitje. Nou, die is hartstikke leuk. Ik doe maar wat. Hier. En Mams, wat vind je van die mooie, hippe, koperkleurige kleur? Dat vind ik echt mooi. Een sieraad in je keuken. Ja? Ja, ik ga het meteen gebruiken en ik haal nog meer ervan. Helemaal goed. Ik bedoel echt kopjes en happen. Oh, ik dacht dat je die pollepels bedoelde. Nou ja, blooper 2. Wat zeggen? Ja, je kijkt daarin. Ja, nou, dan moet je... Ja, je kijkt daarin en je bedoelt die. Wat voor drie zeg. Oké. Okay. Jumbo, hè, was het? Jumbo, ja. Dat doen. Kan ik drukken? Daar gaat hij. Oh nee, dan trekken we hem uit! Ja, dus een Senseo FIFA Café Plus. Ik weet het niet meer, nog een keer. Ik heb geen tekst, maar doe het meteen goed. Pot verdriezen. Gooi je uitkomen. Dan krijg je dus een... Dan krijg je dus een... Ja, oké. Gaat hier voor de eerste keer. Succes! Nee, maar dan gaat hij zo, hè? Ja, dan gaat... Oh, dit is dus. Dat
beetje water. Ja. Ja, oké. Okay. Oh, ziet er lekker uit. Het ziet er niet lekker uit. Kijk, dit klopt toch niet? Dat is loonboom. Nee. Oh, misschien was hij nog niet... Tot hij warm wordt. Oh. Oh. Heb je hier nou de hele tijd mee genomen? Nee, je doet er net op. Nou ja, zeg. Even serieus. Nou, it's a wrap. Hè, man? Zo is het. Duimpjes omhoog. In de keukenhof. Keukenhof. Kijk. Ja, je ziet het niet zo heel erg. Ik heb het regent en de zon schijnt. Dus ik denk dat we zo een regenboog gaan zien en een wens mogen doen. Maar nu gaan we op weg naar Frederike van der Wal. Want we krijgen een hele mooie workshop. Hebben we er zin in? Ja, heel veel. Okay, let's go. Een beetje koud. We krijgen nu een rondleiding door de tuinen. Ja. En Mirna voelt haar voeten niet meer. Maar, nee, we moeten eraf. We blijven positief. Dat gegiebel ook erbij, heerlijk. Tadaa! Mirna, gaat het goed? Ja. Vertel eens wat over jouw creatie. Net zo groot is als ik ben. Was helemaal bij mij. Nu ben je gecheckt. Oh. Het lijkt wel een tv-programma dit. Welkom bij eigen huis en tuin. Supermooi. Ja, en die is super mooi. Kijk nou. Deze hebben we zojuist van Soraya gehad. Ja. Die is echt heel bijzonder. En ja, en een beetje hoogteverschillen. Dat hebben we net geleerd. Dat is ook belangrijk. Ja. Ah, wat lief! Ik ben op dit moment een do-it-yourself aan het maken in samenwerking met IKEA. Met een nieuwe art event 2016 collectie. Dat zijn een aantal prints van kunstenaars, fotografen. En ik heb er een leuke do-it-yourself hopelijk van gemaakt. Ik heb hem verknipt. Zo ziet het er super netjes uit. Maar gaan we ietsje lager. En daar is... Daar begint de rotzooi wel weer. De oplettende kijker was vast al opgemerkt dat mijn video over mijn Bali-producten nog steeds niet online is gegaan. Dat heeft een reden, maar daar kan ik nog niks over vertellen. Het liep gewoon enige vertraging op. Maar nu ga ik ze eindelijk fotograferen, productshots. Want ik ga ze natuurlijk via mijn site verkopen. En binnenkort, echt waar, ik beloof het, binnenkort kun je deze manden bestellen op interiorjunkie.com. Nog even geduld. Ik heb een samenwerking met Kuka Home. Het is een heel leuk woonmerk. Het is eigenlijk bekend van de kinderkamers en de kinderaccessoires. Maar ze hebben ook een hele leuke woonlijn.
En ik heb de dekbed van haar gekregen. Om er wat over te plaatsen op Instagram. En op mijn site heb ik een editorial met ze. Die je waarschijnlijk al voorbij zien komen. Ik ben eventjes aan het strijken. Ik haan strijken en het bed opmaken. Maar ik moet natuurlijk wel kreukvrij zijn voor de foto. Oké. Vandaag in Den Bosch, want ik heb een binnenkijker bij Klaas. Ik heb Klaas leren kennen via Instagram, want hij post altijd de mooiste foto's van zijn huis. En kijk eens eventjes op de achtergrond. Hij heeft echt een heel mooi interieur junkie proof huis, dus het ging goed, hè? Hartstikke goed. Superleuk dat je er was. Echt heel tof. En vergeet hem niet te volgen op Instagram. Dat vind je hieronder. Ja, en dan nu het grote nieuws. Ons huis is verkocht en we willen gewoon groter wonen. Misschien een tuin of een wat groter dakterras, wel in Amsterdam. Dus we hebben echt na 6 jaar besloten om het gewoon stiekem op de markt te brengen. En hij was zo weg. En het leuke is dat de hele inboedel, althans bijna de hele inboedel, is mee verkocht. En dat heeft natuurlijk een reden, want ik ga natuurlijk een volgend huis helemaal weer opnieuw inrichten. We hebben nog geen nieuw huis gevonden, dus we gaan per juli gaan we huren. Elders in Amsterdam, superleuk huurhuis. Een soort van voorlopig thuis, maar we hopen wel binnen een half jaar wel iets nieuws te hebben gevonden. Ja, het is allemaal heel erg spannend. Het is een beetje dubbel, want ik heb hier echt met heel veel liefde gewoond. Hier is Interior Junkie ontstaan. En ik krijg nog een soort van brok in mijn keel elke keer als ik denk aan het moment dat we de sleutel overdragen aan een nieuwe eigenaar. Maar ik sta er nog steeds heel erg achter. Dus een leuk stel dat hier komt wonen. Dat heb ik altijd al gezegd. Als we hier ooit weggaan, wil ik echt dat er een leuk stel hier komt wonen. En ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Dus dit is waarschijnlijk een van de laatste vlogs uit Casa Interior Junkie 1.0. Dus ja, ik zou zeggen, blijf vooral kijken. Want zodra we een nieuw huis hebben gevonden, ga ik helemaal los. Vonden jullie dit weer een hele leuke video? Duimpjes omhoog, vergeet geen reactie achter te laten en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. En over een tijdje staat er weer een nieuwe video live vol wooninspiratie. Doeg!